En onze laatste spreker van vandaag is dokter Petra van Lommel. Petra, goeiedag. Ziet u maar. Goedenavond, inderdaad. Petra, je bent onderzoekster bij het Social Terrestrial Center of Excellence. Het Solar Terrestrial Center of Excellence. Wat heb je gezien? Social. Ik ben nog in de social distancing, maar ja. De Solar Terrestrial Center of Excellence, sorry. Ja, Petra, je stelt ons een heel intrigerend voorwerp voor. Dus het titel is: Wat hebben vliegtuigen, satelliet en de zon gemeen? Het weer in de ruimte. Dat klinkt een beetje zoals een raadsel. dat de zon iets heeft te maken met het weer, dat zien we wel. Mm-hmm. Maar het weer, dat is zo de regen, dat is de wind. Wat heeft het te maken met de ruimte? Ja, ik ga dat proberen uit te leggen aan de hand van voorwerpen. Dat maakt het allemaal een beetje aanschouwelijker. Ja. Dus de zon, dat is ons favoriete studieobject. Ja. En dat is een hele grote bol van energie. Eén. Dat brandt. Ja, die schijnt altijd. Ik ga dat licht aansteken. Ja. Voilà. Er is altijd licht dat verdwijnt, dat van de zon vertrekt. Met moeilijk woord beschrijven we dat als elektromagnetische golven. Dus dat is een vorm van energie die de zon constant uitstraalt, dag en nacht. Ja, dus elektromagnetische golven, dat is licht. Dat is licht, dat is gewoon licht. Dat is gewoon een moeilijk woord voor te zeggen dat dat gewoon licht is. Want natuurlijk, er is niet alleen zichtbaar licht. Er zijn ook radiogolven en röntgenstralen, het ganse spectrum. Ja, dus eigenlijk heb je het zichtbare licht, maar ook ultraviolet en dan infrarood en dan nog verder. Ja, warmte is bijvoorbeeld ook een soort licht. Ja. Als je nu naar buiten kijkt, dan zie je het zichtbare licht dat van de zon komt. Niet licht van de lampen. Dat komt niet van de zon. Hè? Dus één soort energie. Dan hebben we nog een andere soort energie. Dat is plasma. Wat is nu plasma? Dat is een stof die zo heet is dat ze niet kan in een vaste stof zich bevinden, dat ze geen vloeistof is, maar dat het een gas wordt. Dat is daar zo heet op de zon dat die materie niet kan stilzitten en die bolletjes, die atomen, die moleculen, die botsen constant tegen elkaar, waardoor dat de plusjes van een atoom zich verwijderen van een minnetje. Oké, maar dus dat is elektrisch geladen gas. Oké, je hebt dus gassen, bijvoorbeeld onze lucht. Daar is het een beetje hetzelfde, maar heet. Heel heet, en dat is zo heet dat dat in elektrische toestand zich bevindt. En die massa, die plasma, die verdwijnt continu van de zon. Eigenlijk zou ik het nu met die bolletjes moeten smijten, maar dat gaan we niet doen. Ja. Ja. Dus dat plasma, dat verdwijnt constant. Dus we hebben twee soorten energie. Licht, dat je niet in de weegschaal kan leggen. Mm-hmm. Plasma, massa, dat je wel zou kunnen wegen. Ja. Dus twee vormen. Nu, dus de zon doet dat constant. Maar er zijn bepaalde momenten dat die zon een magnetische oprisping heeft. Dus op de zon zelf zijn er magnetische velden aanwezig. Dat kennen we allemaal, magnetische velden. Dat is niet gevaarlijk. Je kunt daar dwars doorlopen. Dat zijn bijvoorbeeld die magneetjes die je op je frigo hebt zitten. Dat is een magnetisch veld dat creëert. Mm-hmm. En op de zon zit het daar vol van. Mm-hmm. En af en toe, eigenlijk regelmatig op sommige momenten, heb je een magnetische kortsluiting. En wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld dat je een lichtflits hebt. Heb je het gezien? Mm-hmm. Een lichtflits. Ja. Of dat er een wolkplasma extra wordt weggeworpen. Dus een soort uitbarsting. Ja, een uitbarsting. Ja. Want ik ben nog eentje vergeten. Dus we hebben een lichtflits, we hebben een wolk, maar het kan ook zijn dat zo één bolletje ineens een stamp onder zijn gat krijgt, een energetische stamp, en dat vliegt dan als een individu, niet als een wolk, maar als een individu, naar de aarde eventueel. Ja. Dus er zijn drie dingen.
een lichtflits, een plasmawolk en zo'n bolletje. Ja, en dus ik ben niet helemaal zeker dat het hoorbaar was. Ah, maar dus, okay, ja. Het derde was dus één bolletje. Ja, een energetisch die gewoon vertrekt en zo, en zo ja, te... door de ruimte ja. vliegt. Ja. Dan noemen we het ruimteweer. Dus er zijn drie soorten ruimteweer. Lichtflitsen. Lichtflitsen. Ja. Ja. Wolken. En deeltjesstormen. Oké. En waarom is dat nu belangrijk? Dat is omdat dat een impact heeft op ons, op onze technologie. Maar we gaan daar... natuurlijk, wat moeten we doen om dat te begrijpen? Dan gaan we met satellieten naar de zon vliegen. Dat is een satelliet, Solar Orbiter. Die is gelanceerd in februari 2020. Mm-hmm. Wat doet die? Die kijkt naar de zon, daar zitten camera's op. Dus we hebben met ons departement hebben we een camera opgezet en die maakt foto's van de zon. En met die foto's kijken we dan of dat er een lichtflits is, kijken we naar of dat er een plasmawolk is, kijken we naar of dat er deeltjesstormen zijn. Ja. Wat doet dat instrument, wat doet die satelliet nog? Die kijkt wat er gebeurt rondom hem. En want weet je nog, die zonnewind, dus die satellieten die vliegen... Die vliegt door die zonnewind en dan kijkt hij van hoe sterk is die zonnewind, dus hoe snel gaat die? En wat doet hij ook bijvoorbeeld? Die telt die bolletjes. Oké. Dus met satellieten bestuderen we de zon en kijken we naar of dat er zonnestormen zijn. Oké, dus dat is een soort wind eigenlijk. Hè? Dat ja, is, die zonnewind, dat is de wind. Beweging en dan, van... Ja. Dan al die data die worden dan doorgestuurd naar de aarde. En hier... Op ons instituut hebben we een ruimteweerkamer. We kennen allemaal een weerkamer. Zoals op de KMI hebben ze een weerkamer. Ja, ja. We hebben een ruimteweerkamer. Okay. Dus wij monitoren de zon en wij kijken na of dat er iets gebeurt. En als er iets gebeurt, dan sturen wij een waarschuwing uit. Een ruimteweerwaarschuwing. Okay. En dagelijks sturen wij sowieso een bulletin uit van het ruimteweer. De weervoorspelling van de dag. De weersvoorspelling van het ruimte, ja. Inderdaad, dat doen we. Maar waarom is dat nu belangrijk? En ik ga dan een ander voorbeeldje geven. Dus dat is hier de aarde. Mm-hmm. Amai, je hebt een hele uitrusting. En we vliegen. Ja. Ja. We vliegen in een laag tot 5 kilometer hoogte, 10 kilometer hoogte vliegen we hier. Ja? Misschien ga ik je microfoon... misschien kunnen we die een beetje verplaatsen. Ja, dat is goed. Ja. Misschien dus zal het beter zijn. Ja. Die vliegen, en wat doen vliegtuigen, buiten vliegen, die moeten ook kunnen communiceren. Die willen graag praten via radiocontact met andere vliegtuigen of met mensen op de aarde. Ja. Dus die willen communiceren via radiogolven. Wat doen die nog? Wat willen die nog weten? Die willen weten waar dat ze zijn. Ja. Positiebepaling. Ja, de GPS eigenlijk. Ja, de GPS. Maar wij noemen dat GNSS. GPS, dat is het Amerikaanse systeem. Voilà, oké. Goed. Hoe doen die dat? Die hebben een radiogolf die dat ze uitsturen. En die botst op een hele speciale laag in onze atmosfeer. De ionosfeer. Okay. Dat is eigenlijk de spiegel waar dat radiogolven kunnen weerkaatsen. Zoals voor de radio eigenlijk. Ja. Dat weerkaatst. En daardoor kunnen die communiceren met de mensen die dat hier die radiogolven opvangen. Anderzijds, ze moeten ook de signalen van de satellieten, de GPS-satellieten, GNSS-satellieten, ontvangen. Dus die signalen die vertrekken daar ergens in de ruimte en die gaan door die laag, die hele speciale laag, die ionosfeer. Mm-hmm. Maar nu de zon, dus die lichtflitsen, die wolken en die bolletjes, die kunnen die ionosfeer verstoren. En wat gebeurt er dan? Dus dat vliegtuig dat zendt een radiogolf uit en die radiogolf die wordt niet op de correcte manier weerkaatst. Of die wordt dan geabsorbeerd. En hier kunnen ze niet meer communiceren met het vliegtuig. Wat kan er nog mogelijk zijn? Uw satelliet, je stuurt een radiosignaal uit dat door de ionosfeer gaat.
Maar dat wordt daar geabsorbeerd, dat vliegt in een andere richting. En dat vliegtuig kan niet meer juist zijn positie bepalen. Dus er is wel degelijk impact van die zonnestormen op communicatiesystemen en op navigatiesystemen. Dan, weet je nog, die bolletjes? Ja. Die hebben ook een impact op onszelf. Dus als je daar heel hoog zit, heel hoog in de lucht, en er is een radius, een deeltjesstorm, dan kun je extra straling krijgen. Oké. Okay. Dus er is ook een biologische impact ja. van de zon. Okay. Maar hier op aarde is alles oké. Okay. Dus het is bijna nooit dat er een ground level event is. En dat baseert zich, die situeren zich vooral aan de polen. Dus je bedoelt dat probleem ja. Zich normaal, niet ja. op het grondniveau, nee. is er geen ja. probleem. Alleen maar op het niveau van de polen heeft hoog het... In de lucht, ja. Hoog in de lucht en bij de polen moet ja. je oppassen voor die bolletjes. Oké, ik vermoed dat het iets heeft te maken met de magnetische pool van de aarde waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja. Dus de aarde, dat is ook een hele grote dipool. Die polen, dat zijn... Wat doet dat eigenlijk, dat magnetisch veld? Dat is een magnetisch schild. En dat beschermt ons tegen, weet je nog, die wolken. Ja. En tegen die bolletjes. Ja. Nu hebben we sinds vorig jaar hier ook in het instituut, naast een ruimteweerkamer, hebben we ook een dienstencentrum dat waarschuwingen uitstuurt naar vliegtuigen. Ja. Dus sinds vorig jaar hebben we dat. Samen met onder andere de Finnen en de Spanjaarden en de Italianen, het is een Europees project. Oké. Kijken wij dag en nacht, dus 24 uur op 7 dagen, kijken wij na of dat er een impact is van die lichtflitsen, van die wolken en van die bolletjes op onder andere de ionosfeer. En als er iets bezig is, als er iets aan de gang is, dan sturen wij meteen een waarschuwing uit naar de luchtvaart. Oké. Ja. Dus we zijn voorbereid. Wij bieden diensten aan. Dat is ook het fijne aan wat ik doe. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond, maar ik kan ook nog iets doen met die wetenschap. Dat dient ook iets. Ja, dat dient iets. En, dat is en je voelt het direct. Dat is maatschappelijk relevant. Ja, dat is fantastisch. Dus naast dat onderzoek kan ik ook nog diensten doen, dingen doen daarmee. Ja. Ja. Er was een kleine vraag over... Je sprak over die GNSS... GNSS. Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is een acroniem waarschijnlijk. Ja, Global Navigation Satellite System. Voilà, Global Navigation Satellite System. Ja. Oké, ja. Zijn er nog vragen? Wacht, hè. Ja, nog een vraag. Stuur je ook waarschuwingen uit naar het ISS? Ja, dat is wel iets dat ik inderdaad ging vragen uit het ISS. Dat Dus onze ruimteweerberichten en onze waarschuwingen, die sturen wij gewoon uit naar iedereen dat het wil horen. Je kunt ze zijn vrij beschikbaar via bijvoorbeeld het internet. Maar wij hebben geen rechtstreekse lijn met de mensen van het ISS. Nee, die gaan daar zeker rekening mee houden. Ja. Want bijvoorbeeld als er een deeltjesstorm is, mm-hmm. dat zijn die bolletjes, mm-hmm. Dan kunnen de mensen van het ISS maar beter geen ruimtewandeling maken. Ja, dus dan moeten die zeker zien dat ze binnenblijven. En als ze dan toch per toeval buiten waren op het moment van zo'n deeltjesstorm, dan moeten ze zich in de schaduwkant van de satelliet en gaan hangen. Kunnen ze dan goed beschermd worden? Want dat is... Dan zit daar een ruimtetuig tussen. Het is het beste dat je kan doen. Dan zit daar een ruimtetuig tussen. Ja. Maar natuurlijk, zo, astronauten die geven aan dat ze die bolletjes... soms zien. Die bolletjes zelf zien ze niet, maar ze zien wel de impact van zo'n bolletje. Okay. Dus een bolletje dat in je oogbol vliegt, dan zie je een flits. Ah ja. Die extra straling dat je ook doet, die op termijn is natuurlijk wel heel nefast voor je lichaam. Ja. En ik vermoed dat ze zich gaat
opstapelen in je lichaam. Ik bedoel, dat is cumulatief. Dat is cumulatief. Ja. Ja, dat wil zeggen, het is niet omdat dat je ene keer iets hebt voorgehad, dat effect weg is. Dus dat is cumulatief. Ja. Dat wil zeggen dat dat opbouwt. En het is ook de bedoeling dat je niet honderden uren onderhevig bent aan straling. Er is ergens een limiet dat je lichaam kan verdragen. Ja, ja. Er is een vraag, maar dat ik niet goed kan visualiseren. Dat is heel moeilijk. Oké, misschien komt het een beetje verder straks. Ik ga wel zien. Ook voor de piloten en voor de crew, de aerhostessen, vermoed ik dat ze moeten. Dat heeft inderdaad ook een impact. Ja. Dus dan hebben we het niet over die lichtflitsen. Ja. Want dat is wel oké, we worden beschermd door de aardatmosfeer. Ja. Die wolken, daar zijn we beschermd door ons magnetisch schild. Maar ten tijde van zo'n deeltjestorm hebben we nog dat individueel bolletje. Ja. Die individuele bolletjes die de aarde impacteren. Als er zoiets gebeurt, dan inderdaad, dan zijt je onderhevig aan extra straling. Dus piloten, passagiers en hostessen, whatever. Iedereen die zich in dat vliegtuig bevindt, die ondervindt daar een negatieve impact van. Voor passagiers zelf is dat niet zo heel erg, omdat die waarschijnlijk niet altijd in dat vliegtuig zitten. Terwijl piloten, die hebben veel meer vlieguren. Absoluut, ja. Dus die moeten wel oppassen en die mogen ook niet een bepaalde threshold, een bepaald niveau overschrijden. Oké. Dus dat is zeker iets om op te letten. Ja. En wat kan je doen? Lager gaan vliegen. Ja, oké. Dus was er nog een vraag. Die zonnestormen, is dat iets courant? Gebeurt het vaak? Hoe zit het? Ja. Moeten jullie vaak zo serieuze waarschuwingen doorsturen? Ja. De zon die heeft twee seizoenen. Die heeft een hoog seizoen en een laag seizoen. Ja. Nu zitten we in een laag seizoen. Dat wil zeggen dat er minder zonnestormen zijn. Tijdens een hoogseizoen zijn er meer zonnestormen. En zo die twee seizoenen die volgen elkaar op over een periode van 11 jaar ongeveer. Oké. Dus nu zitten we in een periode van minder zonnestormen. Mm-hmm. Dus nu valt dat wel mee met die waarschuwingen. Alhoewel, vorige week was ik van dienst en toen ben ik toch wel een aantal keren 's nachts moeten opstaan om een waarschuwing uit te sturen. Dat was dan een post-storm depression. Dus er was zo'n hoop van die bolletjes, die jouw zonnewind, een hele sterke zonnewind die was aangekomen. En die had het magnetisch veld van de aarde zodanig om zeep geholpen, laten flikkeren, dat er een effect was in de HF-communicatie. Ah, ja. Dus er was op dat moment waren bepaalde frequenties niet toegankelijk om te kunnen communiceren. Hmm. Dus ik ben toen een aantal keren moeten opstaan 's nachts. Ja. Dus die effecten zijn er wel. Het is niet omdat we in een laag seizoen zitten dat er niks kan gebeuren. Maar de kans op zonnestormen is wel degelijk groter tijdens een zonnemaximum. Ja, oké. Goed. Ja. En eigenlijk, hoe snel haalt die deeltjes de aarde? Ja. Dat zijn drie verschillende snelheden. Licht, dat is keisnel natuurlijk. Dat is heel simpel. Dat is met de snelheid van het licht. Dat doet er 8 minuten over om van de zon naar de aarde te gaan. Dus op het moment dat we een lichtflits zien, is de impact al daar. Oké. Dan wanneer dat er een wolk vertrekt, dus een hoop bolletjes. Dan duurt dat ongeveer 3 dagen eer dat die wolk die afstand zon-aarde heeft overbrugd. Dus als we zien dat er een wolk ontsnapt is, dan hebben we nog wel eventjes de tijd om eens na te denken van, is het een sterke wolk? Zijn die magnetische krachten die daar aanwezig zijn? Hoe zijn die gericht? Zijn die zeer sterk? En, dus dat geeft ons ook wel tijd om een waarschuwing uit te sturen. En meestal doen we dat dan ook wel meteen als we een wolk zien. Want dan zeggen we, is ze richting aarde gericht?
wanneer verwachten we ze op de aarde. Die bolletjes, die komen, als er zoiets gebeurt op de zon, dan zijn die binnen de 30 minuten ongeveer op aarde. Ja. Dus daar heb je eigenlijk geen kans om een deftige waarschuwing uit te sturen. Okay. Ja. Op voorhand. Oké. Okay. Is nog misschien een laatste vraag. Hoe wordt de hoeveelheid straling van een piloot aan blootgesteld opgevolgd? En hebben ze bijvoorbeeld een apparaat om die stralingen te meten? Ja, natuurlijk, ik werk niet in de luchtvaart en ik ben ook geen piloot. Dus ik kan daar niet echt grote uitspraken over doen. Ja. Maar dat is wel degelijk, dat wordt opgevolgd. Dat wordt opgemeten. Hoeveel straling dat ja, er maar misschien wordt. Hebben ze een badge hier. Ja, die dragen inderdaad, die kunnen een toestelletje dragen dat monitoreert hoeveel straling dat ze oplopen. Ja. Inderdaad. Maar die waarschuwingen die wij uitsturen, wij sturen gewoon een waarschuwing uit. Wat dat de piloten en de luchtvaart daarmee doen, dat moeten zij weten. Dus wij geven geen advies over verleg uw route, ga lager vliegen of gebruik die frequentie. Dat is de technische kant en dat is iets voor hen. Dus wij volgen de wetenschappelijke, de impactkant op. Maar de engineeringkant, de technische kant, die te maken heeft rechtstreeks met luchtvaart zelf, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Wij gaan niet zeggen, want nu moet je aan de grond blijven. Ja, oké. Dank je wel, Petra, voor deze kleurrijke uitleg.